piste geweest hier, hè? Een velodrom, hè? Maar dat was hier een hele tijd voor ons, hè, denk ik. Ik denk dat dat misschien 20, 30 jaar voor ons geweest is. Wat niet langer is. En daar hebben ze een voetbalplein van gemaakt. En de eigenaar was Frederik Tillemans. En daar komt de naam van voort, Frietiel. Dus Frederik Tillemans is de afkorting en Frietiel is de afkorting daarvan. We hebben samen als driejarige en als vierjarige samen, ik en Fred en Richard, 3 jaar hand in hand naar school, naar de kleine school. Toen we zijn altijd vrienden gebleven en dat is nog altijd zo. Ik ben niet slecht geweest met de club. Nee, de club en mijn jongens niet slecht geweest. Dat was een goede samenwerking. Ze hadden kampioen gespeeld in tweede in 1973. En toen ja, ze gingen terug naar eerste klasse. En er moest een verlichting komen. En ik zeg tegen Fred en Fred tegen mij, Bob, wat denkt ervan? Ik zeg, maar dat is geen lacherke, hè. En we hebben dat gezien en Fred heeft dan een paar vrienden meegebracht. En dan zijn wij erom begonnen. Maar ik denk op die moment dat we niet goed beseften wat we gingen doen. Zie ze maar, nee, 36 meter te hoog. Ja, maar dat zijn nu wel andere pilaren. Maar ze zijn even hoog, hè. Op 36 meter, hè. En trek je me naar boven met katrolken. Maar ik bedoel, dat is een combinatie. Die mensen hebben die pilaren gezet en wij hebben de... En de balustrade, maar wij toch de lampen gemonteerd, hè. Ja, de lampen de lijn ingelegd, hè. Maar wie is erin gekropen? Iedereen is er zeker gekomen. De papa hier. Ja. Bob, wat denk je maar? Ja, dat is toch goed. Hè? En halverwege dacht ik. Zeg, er zit geen weg op, we moeten naar boven. Hè? Ze hebben er veel plezier van gehad, zeker 15 of bijna 20 jaar gestaan. Dus, ja, toch? Maar wij hebben mijn tekst op onze kop gehad. Met openingen. Ah, ja. Hartelijk welkom op deze benefietwedstrijd voor haar spelers Romero Hiets, Ferry Buil en Jean Janssens. We werden gehuldigd voor meer dan 10 jaar in de eerste ploeg van Beveren. Dat was Robert, Jean Janssens en ik. Dus we hadden over de 200 wedstrijden gestoken. 250 wedstrijden. En dat werd gehuldigd. En we hadden tegelijkertijd de inhuldiging van de lichtinstallatie. Nou, wat niet echt geplaatst, iedereen was tevreden. Ja, stond te midden op het voetbalplein. En dus de wedstrijd begon, 20 minuten bezig. Die lamp achter de andere uit, alles in het donker. Hè. Dat was zo'n reclame. Die mannen van Beveren hebben er die van gemaakt. Hè. Maar uiteindelijk, in die week hebben we toch alles laten. Philip zit dat komen uittesten en alles. Ja, ja. En dan mankeerde niks. Nee, maar het was in de elektriciteitscabine, was overbelasting. En die waren uitgesprongen. En die hebben ze dan hersteld en dat was het terug. Na 20 minuten, zeker. Zeker na 20 minuten. Hè. Het geen half uur was. Er zijn 2 periodes Europees geweest. Hè. Dus je had de eerste periode in 69-70. Dat was met redelijk succes, want de eerste wedstrijd was in Wenen. Ja. SK Wenen, denk ik. Hè. SK Wenen. Of Oosteren? Ja. Nee. SK Wenen. SK Wenen. En de gewonnen ging er met 0-3. En dan hebben we wel thuismatchen en we wel op dingen gaan spelen. Op de Antwerp. De eerste keer op de Wenen was op de Antwerp. 1-3 in gewonnen. Dat was de tweede wedstrijd tegen Valencia. Tegen Valencia. Op Beerschot. Op Beerschot. En Arsenal ook. Dat was ook op Beerschot. En waarom werd dan hier gespeeld? Omdat er geen verlichting was. Hè. Dat was de aanleiding was geen verlichting. Valencia, wij waren. Di Stéfano was er toen trainer. Die speelde toen dat jaar kampioen van Spanje. Die waren kampioen van Spanje. Valencia. En Di Stéfano was trainer. Dat was ook een jeugdidool van ons en ik heb hem toen een hand gegeven voor de wedstrijd begon. Ja, dat was een jeugdidool en dat was heel tof. En we wonnen dan nog ook. Er waren 40.000 mensen in Valencia. En na de wedstrijd gooiden die allemaal de zitsels, waar ze op zaten, zo gekend dat in Spanje, gooiden ze op het terrein. En die mensen stonden een tableau te schelen voor ons. Dat was echt fantastisch. 45.000. Ja. We waren dat ook niet gewoon, hè. We waren gewoon voor tegen 6.000-7.000 mensen te spelen. Nee, dat was echt formidabel. De tweede keer Europees was er licht. Ja, dat was al een lichtinstallatie en dan hebben we hier gespeeld. Hè. En dan hebben ze dan met die noodturbine, waar nu die turbine staat, er stond toen een noodturbine voor 6.000 mensen die in de regen stonden. Hè. Dat was een speciaal gemolf voor die wedstrijd tegen Milaan. Hè. Dat was, en tegen Barcelona, die is toen blijven staan. Oké, goed.
toen was dat complexie nog niet, hè? Want toen, wij, toen die mensen van Milaan hier kwamen trainen, moesten die koeien van dat veld in naast. Dat was de weide van die boer waar het trainingsveld tegen lag. Die koeien stonden nog op die weide. Dus die koeien moeten afhalen. En die mannen van Milaan komen dan niet aan. Die zeiden, hoe kan dat nu? Dat hier bij ons Europees komen spelen, is toch niet te trainen. Tussen de koeien. Dat was echt een droom.